Deze beschouwing is een soort samenvatting van wat er de afgelopen maanden speelde in Nederland. Het is nu juli, 11 juli 2020. Een zaterdag, het is tien uur s morgens en een of andere maloot die zit op het stadskarreljon te rammen. Het is markt. Ach, het hoort erbij. Het is maar een tijd hè, waarin we leven. Ik ben nu bezig met de sterftecijfers van het CBS. Daar kijk ik elke week naar. Om te zien hoe het nou gaat met die corona-crisis. En waar het op neerkomt is dat vanaf week 12 van dit jaar, uh, tot en met week 20 ongeveer, nu maar acht weken lang, in een periode van acht weken zijn er 9.000, nou 9.500, nee, 9.000 meer mensen overleden dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor de rest doen we het in 2020 goed vergeleken met 2019. Nu het ontzettend veel beter, maar wel beter. Even kijken wat, uh, wat het scheelde tot nu toe. Het zijn best vrolijke cijfers hoor. Ik type die allemaal over van het CBS. En dan elke week heb je weer een nieuwe serie. Nou, tot en met week 11 hadden we 738 minder doden dan vorig jaar. En in de weken na de crisis, vanaf week 20, 247 minder. Maar er moet nog week 26 bij. Die heb ik nog niet ingevuld. Dus dat is bij elkaar duizend doden minder dan vorig jaar. Behalve in die periode van week 12 tot en met week 19. Toen hadden we er 9243 meer dan vorig jaar. Ja, ga hem aan staan. En die week 12, die begon met maandag 16 maart. En dat was de maandag na de lockdown. Die was op zondag 15 maart. En toen kwam Mark Rutte op TV. En die hield een angstaanjagend verhaal over. Ziekenhuizen die vol lagen en mensen die moeite hadden met aan de beterende hand te komen. En het was allemaal heel erg. Nou, het was helemaal niet erg, want tot en met week 11 waren er 738 mensen minder dood gegaan dan vorig jaar. En dat noemen wij niet erg. Hè? Dat noemen wij goed. Maar toen hield hij die donderpreek en kondigde al die maatregelen af. En die hebben tot gevolg gehad dat mensen elkaar minder zien in nabijheid. Heel ruim gezegd. Dus mensen werden uit elkaar gedreven. Zo kan je het ook zeggen. Niet bij Bruis dan. Geen contact, geen contact. Nou, dat leverde gelijk een klap van uh, 9243 doden op. Dat hakte erin. Maar het heeft zich hersteld en ja, sinds week 20 is er weer niks aan de hand. Dus kennelijk hebben we ons ja, toch weten aan te passen. Van nou ja, oké, okay, dan, dan maar. zo. En dan zitten we met een mondkapje in het openbaar vervoer. En denken we: ach, dat is ook leuk. Je hebt nu ook zo'n mondkapjesmode. Die mensen die hebben zo'n zo zwart mondkapje. En dan niet meer van die touwtjes. Maar dat is een helemaal één grote uitvoering. En. Mm. Nou, het ziet er heel elegant uit. Maar. En denk ik wat modieus. Hè? Alsof je inzet dat je de komende 15 jaar toch met een mondkapje in het openbaar vervoer moet. Dus dan kopen we gelijk maar een goede. Ik heb een mondkapje gekocht van 3 euro. In een plastic zakje met zo'n hersluitbare strip. Dat is wel handig. Ja toch? Nee, het is maar wat. En mensen vallen van de ene angst in de andere angst. Want die corona-angst, die nergens op slaat. Want die doden die zijn pas opgetreden nadat die maatregelen kwamen. En die doden, dat was voor een heel groot percentage, 80% of zo. Waren dat bejaarden. Jojo. En dan staan ze nu alweer te, te trappelen om... Wat was het nou? Wat ik ook zo... Er um, was overeengekomen... Dat als wij ervoor zouden zorgen dat de, de koeien minder stikstof te eten krijgen. Dat dan de bouw uh, meer stikstof mag produceren. Als dus je daarbij stilstaat. De idioterie. Sinds wanneer. Hebben wij de Europese Unie nodig om ons te vertellen wat we wel of niet mogen voeren aan onze koeien? Waar heb je het over? En daarbij, kijk, leven is het circuleren van atomen. Als dat circuleert, dan spreek je van leven. En daarmee bedoel ik niet een stofwolk. Dat is ook circulerende atomen, maar er gebeurt helemaal niks. Hè. Ik bedoel dat die atomen bij elkaar komen en dan worden ze groen en dan komt er een rood blaadje in en wiep, 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 wiep en dan uh, vallen alle blaadjes weer af. Hè. Dat bedoel ik met leven. Dat noem ik het circuleren van die atomen. Hè. Nou, het belangrijkste atoom in deze ja, enorme cyclus gebeuren. Het, bela het belangrijkste atoom is koolstof. En de cyclus van koolstof: die, die loopt van uh, koolstof naar geoxideerd koolstof, CO2, naar. Koolwaterstof en dan wordt het weer gewoon koolstof, of het wordt van koolwaterstof weer ja, dat is het eigenlijk bij de circulatie: heb je CO2, koolstofoxide en uh, koolwaterstof en ja, als dat koolwaterstof alleen maar koolwaterstof blijft en de CO2 alleen maar CO2 blijft, dan circuleert de koolstof niet. Dus de mate waarin er uitwisseling is tussen CO2 en koolwaterstof, dat komt dan door planten. Een plant maakt van CO2 koolwaterstof. Wij kunnen dat niet, maar planten wel. En wij maken van die CH4 van jouw koolwaterstof. Wij maken daar weer CO2 van. En die planten maken daar weer koolwaterstof van. En wij maken daar weer CO2 van. En dit gaat al erg lang, heel erg goed. En zo kan je bewijzen dat de, de mate waarin. Koolstofoxide, koolstofdioxide is het dan. Het is geoxideerde koolstof. De hoeveelheid geoxideerde koolstof een maat is voor de hoeveelheid leven op aarde. En met andere woorden, als je koolstof uit het milieu haalt, dit zou je kunnen doen, dan ga je koolwaterstoffen. Opslaan in ondergrondse bunkers. Je doet het in een raket en die schiet je naar de, naar de maan. Dan verminder je de hoeveelheid leven hier op Aarde. Want koolstof is, het, eh, voor zover die circuleert, CO2 wordt en CH wordt en eh, weer CO2. Dat is de mate van het leven. Voor de rest is het er alleen maar dood. Nou, en behalve koolstofcirculatie heb je een volgende heel belangrijk. En dat is de stikstofcirculatie. Want daarbij gebeurt. Uh, wat gebeurt er nou precies? Die planten die gebruiken dat. Die planten hebben stikstof nodig. En niet alleen die stikstof, maar ook fosfor en kalium. En dat moet ook weer circuleren in die planten, snap je? Wel? En er zijn planten die kunnen zelfs, dacht ik, van N2, dus gewoon de atmosferische stikstof. Er zijn planten en die kunnen dat binden. Klaver is daar een voorbeeld van. Dat heet groenbemesting. Heb je een hele armoedige grond, zit helemaal geen stikstof in, dan doe je er eerst de klaver in zetten. En klaver heeft een symbiose met een bacterie, en het is die bacterie die het doet. Wortelknolletjes, heet die dingen. Zijn bubbeltjes, letterlijk bubbeltjes in de wortels. En die binden die stikstof. En dat moet. Dat hoort bij de cyclus. Van het leven. En die overheidsmaatregelen... ...aangaande de koolstofdioxide... ...die stellen... Eisen aan het percentage CO2 in de atmosfeer. En als die te hoog wordt, dat is het dan nu. Als die te hoog wordt, dat kan dan niet. En dat baseren ze helemaal nergens op. Ze zeggen het gewoon. En dan krijg je dingen als. 10.000 wetenschappers zijn het er allemaal over eens. De koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer mag niet boven de zoveel procent. En waar heb je het over? Dus de CO2 in de atmosfeer is 0,03 procent of zo. Het is echt heel weinig. En er zit ook een hele hoop CO2 in de oceanen. In de vorm van koolzuur. Ja. En als het op aarde warmer wordt en de temperatuur van het zeewater gaat stijgen, dan komt er meer CO2 in de atmosfeer. En dan wordt het weer kouder dan. Gaan die oceanen weer meer CO2 absorberen en dan daalt de CO2 concentratie weer. En dan dat angstaanjagende verhaal van het broeikaseffect. Kijk, het broeikaseffect dat is te meten als je het hebt over 10, 20% CO2 concentratie. Dat is, dat is een onvoorstelbaar hoge CO2 concentratie. Dat kan in de buitenlucht helemaal niet. Kijk, en je kan het meten bij extreem hoge CO2-concentraties. Maar bij de CO2-concentraties die wij ervaren in de atmosfeer, 0,02, 0,03, 0,06 hebben we ze ook gehad. Procent. En dan is dat broeikaseffect niet te meten. Dus joh, dit is het ook weer zoiets. Ja. En wij worden er helemaal uh, tureleurs van. Want wat is er nou weer aan de hand? En wat ze nu gedaan hebben met die lockdown, dat is wel een, uh, ja, is wel een domper op de feestvraag dan. En wat gaan we dan krijgen? Ik las ook op internet dat het aantal problematische scheidingen tijdens die lockdown uh, dingen enorm is toegenomen. Ja, leuk is dat. Hek scheiden is niet leuk. En scheiden met hijza is. Uh, Ondraaglijk. Voor iedereen. Niet in de laatste plaats voor de kinderen. Dit heeft. Weer grote gevolgen. Maatschappelijke gevolgen. En daarbovenop, dus de. zeggen de de sociale socio-maatschappelijke gevolgen. In de zin dat Nederland is plotseling helemaal niet meer zo gezellig. De naar de kroeg gegaan is voorbij. We kunnen fotoboeken gaan maken van al die leuke foto's. En onze klein-kleinkinderen zich afvragen van jeetje bestond dat echt? Hier kijk, ze hangen gewoon tegen elkaar aan. En dan zitten ze nog te lachen ook. Jo. En dat is straks niet meer, hè? Dat is nu al niet meer. Mijn. Ik had een twee van die. Ik had, hoeveel kroegen had ik nou? Eén, twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven kroegen. Nou, er zijn er. Er is er nog één van over. Hier. En die heeft dan nu het terras open. En ja, die kroeg heeft een mooi terras op het uh, zuidwesten. Of zo. En dat trekt nog wel wat mensen. En dat mag dan nog. Maar die kroeg zelf van binnen is een pijpelaar. Dus dat wordt wat als de herfst komt. Dan is die ook weg. En dan. De... Nou, ik maak me geen zorgen. Ik denk ook wel van. Jeetje, maar die jeugd. die vindt dit het nieuwe normaal. Die maakt het niet uit. Die weten niet wat ze missen. Misschien was het ook wel helemaal niks. Hè? Maar ik heb toch wel. Uh... ja, hele geinige dingen meegemaakt. Vooral die gesprekken met die vrijmetselaars. Een vrijmetselaar met een borreltje op. Nee, dappert lachen. Ik heb dingen meegemaakt. Ik was op een avond in een nachttent. Die is ook al helemaal weg. En er zaten twee wat oudere mannen. Iets jonger dan ik. Van die hele grote Enemers. En een jongere gozer. En. Raakte in gesprek. En ik vroeg aan hem van. Uh, oh ja, er was daar rum in de aanbieding. Zeg, ook een rummetje? Oh, zei hij, nee. Ik, uh, ik moet nog uh, optreden. Ik, uh, ja, doe, doe maar een glaasje bier. Ik zei, wat moet je doen dan? Nou, zei hij. Uh, ik moet seks hebben met de vrouw van. Uh, die naast me zit. En als ik dat niet goed doe. Dan heb ik een probleem, omdat zijn zware jongens, ja, wist ik veel. Waarop ik tegen die gozer zei van, nou, dan heb jij wel een glaasje bier verdiend, denk ik, van tevoren, om er een beetje er helemaal klaar voor te zijn. Nou, dat vond hij dan ook. En dan heb ik twee rum besteld. Zeg, hier is je glaasje bier. En laat je niet kisten. Dat zijn dingen die ik voor geen goud ter wereld had willen missen. Los van al die andere ongelooflijk stupide verhalen. Ik heb nooit vechtpartijen meegemaakt. Nee, dat is nou, niet helemaal waar, maar dat is een lang verhaal. Had ik ook voor geen goud ter wereld willen missen. En dat is nu allemaal weg. Nu al. Nee. En waar maken wij ons druk over? Als het dan gaat over die CO2. Hm? CO2 is onderdeel van de koolstofcyclus. En die gaat omhoog en die gaat omlaag, dat weten we zeker. Afhankelijk van de temperatuur op aarde. En het broeikaseffect is niet te meten. Dat kan je alleen in een laboratorium doen. met hele extreem hoge concentraties. Maar niet met een natuurlijk voorkomende concentraties. Juist. Yes. En met stikstof precies hetzelfde. Er zijn mensen die zeggen. Ja, maar de hoge veluwe verzuurt. Wat zei je nou? Kijk, die, die stikstofcyclus. Dan heb je atomaire stikstof. Dus inert. Dus N2. Dat N2. Als 80% van de atmosfeer is N2. Nou, dan heb je geoxideerde stikstof. zaak het hetzelfde als bij uh, koolstof. Geoxideerde stikstof. En gereduceerde stikstof. Dus stikstofwaterstoffen. En H3. Er zijn twee mogelijkheden. Meer niet. Een oh, stikstofoxide. Dat is zuur. Van aard. Als het in aanraking komt met water, wordt het zuur. En bij de stikstofwaterstoffen, NH3. Dan gebeurt het tegenovergestelde. Dan wordt het basis. En bacteriën en planten, die weten er allemaal wel raad mee. Die, die maken daar wat van. En dat is nodig. Ja, kunstmest, dat wordt dan helemaal verguisterd. Dat mag allemaal niet en dat soort dingen. Dat is onzin. Kunstmest is niets meer dan een, een mengsel van stikstof, fosfor en kalium. PKN. Zeg maar dat. En dat kan je heel makkelijk maken. En dan heb je de basisatomen voor de levenscirculatie. Dus wel beschouwd als boer. Wat heb je nodig? Nou, je hebt een stuk grond nodig, je moet KPN hebben. PNK. Je moet zaden hebben, je hebt water nodig en bovenal uh, koolstofdioxide. En die plant doet de rest. En bij de hoge velen, daar gaan ze zeuren tegen die kippenboeren of die andere intensieve landbouw. Maar die produceert helemaal geen stikstofoxide. De stikstofoxide die komen met name van het verkeer van verbrandingsmotoren. Jo. Maar je gaat mij niet vertellen dat ze op de hoge velen last hebben van vrachtauto's die door het botlekgebied rijden. Dat kan niet. Ze zijn, ja, dingen kunnen verzuren. Dat heeft ook wel eens wat te maken met de vegetatie. Waar je ook in in kan grijpen. Ik heb een keer een wandeling gemaakt met een goede vriend van mij. En die wees me erop hier bij Schaarsbergen bij Arnhem: dat je precies kan zien waar de leuke vegetatie begint. En hij zei: Ja, dat, dat komt nou door dat pad wat ze hebben aangelegd. Want dat vormt als het ware een dam. En die houdt dat zuur van die, dat was het, een of andere naaldboom. Die, die, die naaldbomen die verzuren de boel. En dat zuur, dat. En dan heb je hier dat fietspad. En dan heb je aan de andere kant, kijk, het is dezelfde grond. Hè? En daar groeit het veel beter op. En dat is een kwestie van vegetatie. Het is het opruimen van die. van die bomen die leiden tot verzuring. Ja, en is het onze taak om de hoge velen we in stand te houden? De hoge velen we sinds wanneer? En Nederland was een land met. Weinig bomen. En wij zijn ooit begonnen met het massaal aanplanten van bomen. En we hebben de vruchtbare gronden hebben wij gecultiveerd. En dat waar we niks aan hadden, dat hebben we maar zo gelaten. En dat wordt dan de hoogvelen Veluwe en de Drunense Duinen. Ja, klaar. Ja, maar als we niet oppassen, dan gaan die kapot. Nou, euh, ze gaan van een biotoop veranderen. Het worden andere biotopen. Maar dat is zonder meer zo. Door de zeespiegel stijgt ze al constant sinds 200 jaar. Dus ook dat heeft zo zijn invloed. En de temperatuur stijgt. Ja. en dingen als uh... ja, de water, de hoeveelheid water die de planten hebben, varieert ook in Nederland. We hebben periodes dat we veel te veel water hebben en periodes dat we veel te weinig water hebben. Of veel te weinig valt ook wel mee. Ja. En zo'n gebied als de Hoge Veluwe heeft ook last van die schommelingen. Maar waarom zouden wij dat moeten beschermen? Met wat voor een reden? Laat de natuur haar gang gaan. En als je wat anders wil, ja, dan heb je een graafmachine. En dan gaaf je ergens wat en dan maak je er wat van. Ze willen het zo graag uh, stikstofarm houden. Ja, dus... ja, misschien niet de beste locatie om dat te willen. In een land waar het zo druk is, waar zoveel leven is, en waar dus noodzakelijk zoveel stikstof circuleert. En circuleert hij nou zoveel meer stikstof in de atmosfeer dan in omringende landen? Nou, ik vraag het me af. Het verdunt heel snel in Nederland. Het waait hier bijna altijd. Dus het is zo verdunt. Nee, we krijgen wel een heel probleem in onze nek geschoven. Hele serie problemen. Met een onderbouwing van helemaal niks. Men roept me wat. Ik zat met stomme verbazing te kijken naar uitspraken van de partij Denk. Daar heb ik de afgelopen dagen pas voor het eerst van mijn leven naar geluisterd. Met de geweldige openingszin van Assarkan. Het goren lef hebben om mij hier te vragen dat te doen. Wat. Het is een geweldige zin. Het goren lef hebben. Om hier aan mij te vragen datgene te doen dat in de samenleving aan de hand is, namelijk institutioneel racisme. Jeetje. Waar kijk je nou naar als je naar uh, zo iemand kijkt? KinderTV? En dan begrijp ik ook niet waarom dat taalgebruiken, het gore, lef hebben. Een nou, goor, dat is vies. En sinds wanneer spreken wij vieze woorden in ons parlement? Ik, ik wist niet dat dat uh, mocht. Is dat dan uh, culturele verrijking of zo? En even later noemt hij Asakan, noemt hij Lilian Marijnissen van de SP. Dan noemt hij haar een beschonken komkommer. Ja, als een kansparel, die man. Raar, hoor. Ik vind het. Ik, uh... ik vond het heel goed hoe Lilian Marijnissen erop reageerde. Maar aan de andere kant denk ik dat. dat ze nog veel te soft reageerden. Een beetje harder spelen. Dus dat feesten we met Asharkhan en Denk. Ja, dat gaat zo dan wel even door. Niemand die er wat van zegt. En, nee, we hadden vroeger zo'n man van de. de boerenpartij. ...Koekoek. De Partij voor de Boeren. En die zei dan dingen in de Tweede Kamer... ...en dan moest iedereen lachen. Vanwege zijn... Uh, ...ja, boerse taalgebruik. En hij zei regelrecht... ...waar het op stond. Want dit slaat nergens op... ...en dat slaat ook nergens op. Maar wat kan doet, dat is vieze woorden gebruiken. En boer Koekoek deed dat niet. Die kwam uit Bennekom, dacht ik. Weet ik wel zeker. En die tijden zijn dus behoorlijk aan het veranderen. De stad Arnhem ook. Is de, de stad is... Ernstig versraald. En we zijn de bijenkorf en de vroom en kwijt. De Hema die staat op omvallen. En de McDonald's doet goede zaken. En van die prijsstunters. De action. Ik was gisteren in de Action en er vroeg een jongen aan mij: van, Weet jij waar het schuurpapier ligt? Ik zei: Nou, je zit wel in, de goede, in het goede looppad. Gangpad. Ik zei: Oh, daar liggen van die ronde op je boormachine. In de zin van: daar ligt kennelijk schuurpapier. Waarop hij zei: Ja, maar daar heb ik helemaal niks aan. Ik moet van die driehoekige hebben. En schuurpapier. Ja, die kon maar huis. Is toch wat? Is dat gek voor woorden? Toen ik zo oud was als hij, ja, zo een jaar of 26. Zo. En ik had schuurpapier nodig. Dan haalde ik schuurpapier. Ik deed mijn schoenen aan en een uh, portemonnee in mijn konzak Een tasje nou, dat kreeg je wel bij de doe het Kreeg je er gratis bij. Altijd handig, zo'n tasje En dan liep je naar de Doe-het-Zelf-winkel. Hé hey, Jacob. Oh, ben je bezig, Peggy? Ja, man. Nee, ik weet het wel te vinden. En dan schuurpapier, heel grof, tot en met het hele. om bijna tegen het polijsten aan. Zo, zo vervelend dit, zo vervelend dat. als je er toch bent, gelijk wat pluggen. Altijd handig. En die gozer, die staat dan bij de Action helemaal zo van, oh. Ja. En nou weet ik dat er nog een do het zelf winkel is in Arnhem. Van de Hubo. En daar betaal je. Zo. Dat zijn geen actionprijzen. Dat is bijna luxe. En daar heeft die jongen dus helemaal niks aan. Die is afhankelijk van de action. Tenminste, hij hoopte ervan afhankelijk te zijn. En nu heeft hij ook geen action, want die hebben geen schuurpapier. Het is een verschaling. Zomaar een voorbeeld. Kan zo door blijven graaien. We hadden hier in Arnhem een delicatessenwinkel. Die verkocht caféjaar. Nou, eet je ook niet elke dag. Maar... Een keertje als het feest is. En je gasten zo van: Oh, caviar is dus Lekker, een hele kleine toastjes. En dan uh, die caviar op zo'n toastje. En dan heb je erbij uh, schaaltjes. Uh, de ene is uh, hele fijn gehakte ui en komkommer. En het andere is uh, hardgekookt ei tot kruim. Zo. En dan uh, theelepeltjes erin. En dan moet iedereen maar een beetje... Uh, ja, de caviar opleuken en dan is het hap. En weg. Niet de helft eraf bijten, want dan vallen die korreltjes op de grond. Nee, winkel is weg. Ik zou het niet weten, ik zou het ook niet kunnen betalen hoor. En toen was dat te betalen, als je een feestje had. En waarom niet? En het was geen steur, uh, niet de echte caviar-caviar. Maar goed genoeg hè. Een winkel in houtbewerkingsdingen. Dingen. Weg. Dus dat is die verschaling die je ziet. Door de hele linie. Vishandels met verse vis. Je stond bij die ene, stondje in de rij. Op donderdag, vrijdag en zaterdag. Moest je rekening mee houden. Ik weet niet wel dat ik daar binnenkwam en dat ik zo'n nummertje trok. En dan keek ik hoe er wie er aan de beurt was. En dat ik dacht van, oh, nou, dan ga ik hem wel even naar de overkant en daar nog wat halen. En dan kom ik wel terug. Hè? Zo druk. Die is de enige die er nog is. Die anderen zijn weg. En die winkel die heeft al sinds jaar en dag geen nummertjesautomaat meer. En nu heeft hij er een soort van snackaria van gemaakt. Dus dan kan je verse vis kopen om zelf klaar te maken. Of je eet daar je broodje. Maar nu komt die coronacrisis en dan mag je dus met die anderhalve meter, heb je dat weer. Dus ik hoop dat het goed gaat met die man. Maar de gloriedagen zijn voorbij. Tja, dat is die verschaling. Door de hele linie. Ook in het onderwijs. Ik ben toen mijn dochter op de haven zat. Heb ik er één keer over hoord met ge... ja, waren twee vakken. Ik deed dat nooit hè. Overhoren als ouder, dat doe je niet. Hoe jij hebt die tijd achter je, Jij ging ooit naar school en nu gaat het kind naar school. Ik ben ook nooit overhoord door mijn ouders. En één keer heb ik haar overhoord en dat was met het Duits en geschiedenis. Nou, het Duits ging goed. En geschiedenis dat waren twee pagina's over de 17e, nou ja, 18e en 19e eeuw. 1750 tot 1850 of zo. En wat daar stond was ronduit belachelijk. Dat is pure geschiedvervalsing. Dus toen ben ik naar die man toegestapt. En gezegd van ja, wat vind je hier nou zelf van? En hem een titel gegeven van een boek. Die titel luidt. Uh, Who owns your gold? Is van Gardner. Eric Gardner. Het Vaticaan zit erachter. En de rol van het Vaticaan in de geschiedenis die, die komt helemaal niet aan bod. Ja, je had een pauze hier en dan had je weer een pauze daar. En dan heb je hebt ook twee pauzen gehad. Oh, drie pauzen heb je ook gehad. Ja, en, en toen weer één. En, ja, dat is heel gedoe hoor, met die pauzen. Maar die pauzen, die deden dingen. Bijvoorbeeld de armada tegen Engeland. Dat was van de pauze. Spanje was van de pauze. Er wordt dan gezegd die 80-jarige oorlog was tegen Spanje. Ja, maar Spanje handelde in opdracht van de paus. Punt. En dat wordt helemaal niet benoemd. De paus heeft opdracht gegeven om het Brits parlement op te blazen, inclusief de koning, die dan een toespraak zou houden. Dus, uh, waar, waar heb je het over? En vertellen ze dat die kinderen? Nee joh, ben jij maat. De gunpowderplot. 1605. Ja? 1605, oh nee. 1605, zou ik zeggen Dat is ook een verschraling. En die arme geschiedenisleraar, die, wat moet die daarmee? Er is dat boek geschreven door. Die manneke weer. La la la. The Diaries of an Economic Hitman. De dagboeken van een economische huurmoordenaar. Of zoiets, of de history. Testimony. Ja, dan zie je het ook. Die truc met die ontwikkelingshulp, bijvoorbeeld. Wat ze doen, is ze gaan naar een land toe. En dan verzinnen ze dat het land een probleem heeft. En dat probleem kan opgelost worden met een infrastructureel werk. Dat hele plan hoeft niet per se te deugen. Beter nog, uh, deugt het helemaal niet. En wat er dan gebeurt, is dat ze in het Westen gaan vragen om geld voor een mooi project in Nicaragua. En dan krijgt zo'n land dat geld uit het westen en daarbovenop krijgen ze een lening. En die zullen ze terug kunnen gaan betalen, want dat infrastructurele project, dat wordt echt geweldig. En dan stijgt de economie. En, en zo'n regering zegt dan, laat maar doen. Die regeringen worden trouwens omgekocht zo nodig. Mannetje voor mannetje. Of gecompromitteerd. Dan organiseren ze een orgie. En dan drank erin een drugs. En dan foto's maken, filmpjes. Nou, dan tekent zo'n land zo'n overeenkomst. En dan krijgen ze ontwikkelingshulp. Die poen zijn beide dus kwijt. En daarbovenop een lening bij het IMF. Nou, dat infrastructurele werk wordt vervolgens gebouwd door westerse maatschappijen. Dus die verdienen daar aan. En wat ze bouwen, ja, slaat nergens op. Maakt ook helemaal niet uit. Dat economische gewin, dat komt, vindt dus niet plaats. Want het was een belachelijk plan. Hihihihi. En dan komt er helemaal geen economische groei. En dan gaat het IMF zeggen van goh, we krijgen nog de poen terug. En dan kan zo'n land dan niet betalen. En dan zegt het IMF, dat is niet zo erg. En dan geef je ons die en die mijnen. Nikkelmijnen of kadmiummijnen of kobalt. En zo roven ze die landen leeg. Ze maken hele natuurgebieden kapot. En dan gaan ze daar weer documentaire films over maken. En dan gaan wij roepen, oh nee, maar dat kan niet. Nee, we moeten echt anders gaan leven. We moeten anders gaan denken. We moeten uh, ja, meer uh, samenstaan, sterk En uh, eco, want uh, oh. Nee, dat is het principe. Dat moldt het milieu. Het principe van de verschraling. Zoals so Prince zo'n so mooi zong. Party Like It Is, 1999. En maakt het wat uit? Nou, voor de aarde niet. Die natuur die komt er wel weer bovenop. En maakt het voor ons uit. Ja. Ik denk dat we er wel weer bovenop komen. Dit is een tijdelijk noodzakelijk ongemak. En het is een tijdelijk noodzakelijk ongemak wat zich al vijfduizend uh, jaar lang uh, manifesteert. Namelijk onze goedgelovigheid. En nou, neem nou die maanlanding. Kijk, of we daar nou zijn geweest of niet. Los daarvan. Maar wat hadden we daar te zoeken? Nou, helemaal niks. Dat was ook de verwachting. Het enige wat we daar te zoeken hadden, waren de empirische onderbouwingen van de schattingen die we hebben gemaakt over de diameter van de maan en het soortelijk gewicht van het gesteente en daarmee het gewicht van de hele maan. Dat hebben we niet gedaan. We hebben de zwaartekracht op de maan ook niet empirisch bepaald. En dat zou je toch verwachten. Als je dan naar de maan gaat, dan meet in elk geval de zwaartekracht daar op drie cijfers achter de komma. Zo nauwkeurig mogelijk. Dat is niet gebeurd dan. En los daarvan is er dus ook helemaal niks te zoeken. Vinden. Ik zou niet weten wat. Dus wat is dan het nut om naar de maan te gaan? Nou, zeggen mensen. Daarmee hebben wij bewezen aan onszelf dat we dat kunnen. Ja, ja. Wij hebben bewezen aan onszelf. Dat we iets kunnen waar we helemaal niks aan hebben. Ja, maar dat niet alleen, Piri. Het was ook heel erg moeilijk om naar de maan te gaan. En wij hebben dus laten zien dat we iets heel moeilijks hebben gedaan. Ja, maar ik kan me ook dingen voorstellen die ook heel moeilijk zijn. En waar je wel wat aan hebt. Als je nou toch wat moeilijks wil gaan doen. Maak de Sahara groen. Daar heb je tenminste nog wat dan. Ja, maar Piggy, dat kan niet. Je kan de Sahara niet groen maken. Maar je kan wel naar de man. Nou ja, oké, okay, dan maken we de Sahara niet helemaal groen. Maar dan maken we hem voor 30% groen. 10%. Het schijnt dat het aan de luchtvochtigheid niet ligt. Want de luchtvochtigheid in de Sahara, absoluut gemeten, is hoger dan de luchtvochtigheid hier in Nederland. Absoluut gemeten. Dus. Ja, wat is er nou moeilijker? En dan kun je zeggen, ja ik vind naar de maan gaan, dat is dan uh, uh, misschien niet zo moeilijk als het uh, groen maken van de Sahara. Maar dat vind ik imponerender. Ja, ja. Je vindt het imponerend dat je wel heel veel geld uitgeeft om ergens naartoe te gaan waar niks te vinden is. Dus om iets moeilijks te gaan doen wat echt helemaal niks zal opleveren. In plaats dat je wat gaat doen wat misschien dan niet zo moeilijk is, of, uh, nou, maar dat is dan niet imponerend. En daar zou je wel allemaal voedsel mee creëren. En biotoop voor dieren. En je gaat liever naar de maan. Om daar met een vlag van de Verenigde Staten te gaan staan. Snap je? En los daarvan, de, de beelden die er zijn achter, die zijn overgebleven van die maanlanding, die roepen heel veel vragen op. En bijvoorbeeld, er is uh, tv-materiaal van de. Van de Houston Control Center. En dan zie je dus die, die ruimte waar al die mannen zitten. Allemaal sigaretten roken achter computermonitoren. En dan krijg je af en toe een atmosferische storing. En dan weer is het beeld normaal. Nou, mijn vraag aan jou is, waar komt die atmosferische storing vandaan? Als je het hebt over een camera die in de ruimte zelf hangt. Of, ja, zie ik het afvalt. Kijk dat je een atmosferische storing hebt als je kijkt naar de live beelden van de eerste stap die gezet werd door Neil Armstrong. Ja, als daar een atmosferische storing in zit, dan, eh? het is live, dat is wat anders. Maar als je gewoon aan het filmen bent uh, in Houston Control Center. met een koffieautomaat om de hoek. waarom zou je dan atmosferische storingen hebben bij je opname? En zo is er een hele trits voorbeelden. En met mijn vriend Wim had ik het erover. En die kijkt me dan echt aan met zoiets van ja. Maar als dat ook, uh, dan, dan, waar moet ik dan nog meer aan gaan twijfelen? Denk jij dan ook dat de watersnoodram van 1953 niet heeft plaatsgevonden? Ik, waar heb je het nou over? Ik heb het over de maanlanding. Precies zoals ik het zeg: een hele hoop geld uitgegeven voor iets waar je niks aan hebt. Maakte de Sahara groen. Ja, toch? Wat me nu ook te binnen schiet, is dat we af kunnen spreken dat er gebieden zijn waar je niet suurt over racisme of seksisme, maar waar iedereen gaat wonen die er hetzelfde over denkt. En dan mogen mensen zelf gaan definiëren. Van nou, ik wil dat Groningen eh, niet racistisch wordt. En wel op de volgende manier. En als je dan anders bent, dan krijg je een andere plek toegewezen. Een soort rouwverkaveling. Dan wordt Zwarte Piet alleen maar gevierd op Schiermonnikoog. Maar dat je het wel ergens mag vieren. En Ramadan, zo hele eh, gebieden. Eh, Ramadan-gebied omdat het duidelijk is. Van voorbij de gele streep geen alcohol. En aan de andere kant van de gele streep, daar is het carnaval. En daar dus wel. Ja, dat zijn moeilijke dingen. Daar heb je wat dan. En. Ja, sprekend over moeilijke dingen. Ik heb zitten rekenen aan de hoeveelheid zonne-energie die neerdendert in de Sahara. En daar kan je wat mee. Dat is wel moeilijk. En daar heb je wat aan. Een land als Nederland verbruikt. 10. Een 1 met 18 nullen. Heel veel. Dat is een peta. Dus met 6 nullen dat is een miljoen. met de 9 is een miljard. En dan ga je maar door. En dan krijg je 18 en dat is een peta. Dat is heel veel. En dat is dan joule per jaar. Nou, dat moeten we ergens inkopen. Kijk, die hoeveelheid zonne-energie hebben we hier in Nederland niet. Dus. En als je daar windenergie bij optelt, kom je er ook nog niet. Joh, dan moet je het toch maar inkopen. En wat geven wij daarvoor terug? Ja, landbouwproducten. Eieren van kippen. Haring uit de Noordzee. Tomaten uit het Westland. Paprika's. Nee, daar gaan we heel ingewikkeld over lopen doen. Ja. We gaan eerst maar even de CO2-uitstoot beperken. Hebben we dat alvast geregeld? En die CO2-uitstootbeperkingen, dat gaat om miljarden euro's die van A naar B gaan. Uh, ladingen gaat het tegelijkertijd. Die coronamaatregelen. Daar is nu een hulpfonds voor gekomen. Uh, dat behelst 98 miljard euro. Zeg maar 100 miljard. Dit is een behoorlijke hoeveelheid geld bij Nederlander. Ik dacht 5000 euro per Nederlander. Inclusief bejaarde pasgeboren baby's. Iedereen dus. En bij die CO2-maatregelen gaat het ook om dat soort bedragen. Belasting hier, belasting daar. En nu al heeft uh, Greenpeace een campagne van ja, die, uh, de corona dat uh, geld dat moet je vooral aan ons geven. Dat is een lijke pikkerij. Die maatregelen hebben ons 9000 uh, overleden bejaarden bezorgd. En Greenpeace staat vooraan om het geld in ontvangst te nemen. Ja, ja. Ik sta ervan te kijken hoor. Hoe de wereld is verschraald. Hoe we alle normen opnieuw aan het uitvinden zijn. Dan laten we toch maar doen wat de paus zegt. Want dan zijn we allemaal één. Neem dat met het racisme. Daar wordt een probleem van gemaakt. Er is geen racisme. Niet. Er zijn ervaringen van... Nederlandse bedrijven, Nederlandse collega's, die nou, ik weet van één jongen dat hij tegen mij had gezegd: van, nou, ik heb nou zo'n leuke baan. Dat is tenminste alleen met Hollandse jongens. Hij zei: Dat werkt toch een stuk beter. Met grapjes maken en nou, een beetje hetzelfde zijn. Uh, ja, we gaan er allemaal voor. Wie krijgt vandaag de schuld? Dat zeggen mannen. Hè? Dat is... Wie krijgt vandaag de schuld? Henk? Oké. Okay. Alles is vandaag Henk's schuld. En dat soort ja, spitsvondigheden, zo, dat hebben die buitenlandse mensen nog niet. Dat moeten ze nog leren. Ja. Als op mijn werk ook, dat ik, ik was er nog maar net en toen kwam er iemand op mij af en die zei van, oh, wat, en hoe vind je het werk en zo. Ik zei, ik ja, vind het ontzettend leuk werk. Oh, zei ze, wat fijn om te horen. Ja, zei ze, ze kunnen zo moeilijk mensen krijgen die ook Nederlands spreken. En toen dacht ik, o jee. Ja, ja. En mijn werkgever, ik zit dus in de schoonmaak. En ja, ook daar is het van groot belang dat je goed kan communiceren. En een grapje kan maken. En een kwinkslag begrijpt. En buitenlandse mensen die. Ja, Die zijn nog in dat leerproces. En wat ze ook doen is dat ze naar elkaar toetrekken. Wil, ja. Ja. daarmee creëren zij het verschil. Want wij doen dat niet. Ja, maar alle Nederlanders, he. dat is één grote kliek. Ja, en laten we dat zo houden. En leer Nederlands. En dat valt mij ook op, hoor. Mensen van buitenlandse afkomst op mijn werk, dat ze. Uh, niet allemaal natuurlijk, maar... Ik had zo'n verhaal met een jongen en die, ik zei dus tegen hem van, hé, hey, die, die ene deur kan ik niet open. En dan zei hij tegen mij van, oh, ja ja, die, die deur die klemt, dat had ik je vorige keer ook al verteld hoor. En dan denk ik wat nou? Ja, ik mag niet zomaar een deur open doen, hè? dat is protocol. Ik ben maar schoonmaker. Hoor. Ik zei, nou, volgens mij is die deur op slot. Nee man, gewoon met je schouder. Met je schouder moet je er tegenaan, dat heb ik je al verteld. Zo van, hé, hey, zoonhuis. Nou, en wat bleek nou? Die deur was wel degelijk afgesloten. En iemand bood ze excuses aan. Die zei: Oh, dat heb ik gedaan en dat heb ik je niet verteld, sorry. Dan liep ik terug naar die gozer die tegen mij had gezegd: van, Je had je vergist, die deur die klemde. Ik zei tegen hem: van, Die deur die was wel afgesloten. En dan kijkt hij kijkt me zo aan en hij haalt zijn schouders op. <laughs> ik dacht: ik, Ja. Ja, snorry hoor. Ja, ja. En dan roepen dat wij institutioneel racisme hebben. Nee. De, de, de Nederlandse cultuur, die heeft een, een schok meegemaakt aan een buitenlandse culturen. En dat is niet op alle fronten even. plezierig. Ik ken ook het verhaal van. Nederlandse mensen. en die hadden Marokkaanse buren. en dat leek allemaal heel armoedig. en. oh, en hadden ze medelijden met die kinderen. en dan ging die vrouw, die ging die kinderen. Een Nederlandse les geven. in de vrije tijd. en ook. ja, als die mensen hulp nodig hadden. Dan, ja. en toen leerden ze die mensen wat beter kennen. en we bleek... die mensen die hadden in Marokko. twee huizen. en. Ze zouden nog zoveel jaar hier blijven. En dan terug naar Marokko. ze waren aan het sparen voor een oude dag. Die buren die waren helemaal gedesillusioneerd. Ze hadden zich lopen inspannen voor mensen die veel rijker waren dan zij. Ja. Tot de volgende beschouwing. Doei.